Ersela over de knie bij Simons. Dan mag club van geluk spreken, want de bal had hij niet. Dat is allemaal een beetje in slow motion. Dat is een goede recuperatie van Batshuayi trouwens, op zijn de Sutters. Die mee verdedigde bij Simons. Een ingooi, geen hoekschop en dat geeft ons de gelegenheid. Alina even. De bal was ook een flink stuk boven die muur gekruld, dus die loopt er niet bij. Er stonden wel veel mensen van club in de muur, misschien dat hij daarom boos was, dat ze zich een beetje lieten wegdrunnen, maar... Mestien. Hij van Lijf met de pare. Nou, die is iets sterker. Batshuayi. Krijgt de fout tegen zich. Ja, zet zijn lichaam. Net iets te scherp misschien. Een keer had hij geen bal toen op Meunier. Nee, absoluut niet. En van hieruit leek het ook absoluut een overtreding hier, maar de herhaling leek duidelijk. Ik op de bal te suggereren. Goede bal van een Poku. Ezekiel. Blij dat Jurgensen hem nog even raakt. Hey, Mestien. Met wat hem de laatste tijd wel iets te vaak overkomt. En hier de voorzet. Ezekiel komt hem naast. De kans voor Standaar op slag van rust. En weer was het Daniel Opare met een schitterende bal. Bij de Roesjes. Veselinovic. De voorzet is goed. Asanagic haalt weg. Henkes. Umaru uit de draai. Een echte spits. Trikowski had graag die bal gehad. Was ook wel een beetje gedekt. En de trap op de enkels van De Camargo. Dat was een fixer hoor. Dat ga je nog 4-1 worden. Ja, is het. Maar een plezier. Dat Bob Peters aan zijn ex-hoofdcoach moet doen aan Michel Bredon. Om Standaard punten afhandig te maken. De kopbal van De Camargo, dan komt hij toch knap boven Bellocine. Ja, het is hij vooral die deel met het gevaarlijkste. Bellocine, het was echt wel getelefoneerd. Batshuayi, Poku, de Saar, rechts. Via Opare, Mehdi Carcella. De enige die zijn man al is echt voorbij is geraakt. Slim balletje voor Opare. Veel volk in de 16. De Saar trapt slecht op die bal. Ja, want dit was de eerste goede aanval zeg maar, van Standaardzijde. Van een kaart vinden. En dan Azare meer in de zone van de Saar. Maar de Saar is nog niet echt veel aan de ballen geweest, moet ik zeggen. Opare. De razendsnelle rechtsachter. En wat neemt hij daar een vaart? En bij Standaard wel eens een penalty. Maar Van de Velde, stoïcijns, kalm, gewoon doeltrap. Maar Opare, die was daar allemaal nog. Een goede aanval van Cercle Brugge, dat zeker. Kawashima dit seizoen in de competitie nog maar 9 keer gepasseerd. Kijken naar de bal van Ezekiel in het zijn. Het aangeven van Opare. Ja, die zich amuseert hier op die linker. Valt vrij makkelijk. Muzangir Bia. Ezekiel vroeg, maar Galicios goed naar binnen gezien. Ja, goed naar binnen gekomen met Galicios. Dat is nodig. Opare. Mooi. Mooi dan. Moest zelfs even lachen, tot goede van zijn coach, die dacht... Bal beland, via een stuit bij Muzangir Bia, die toch binnenhoudt. En weer van Keur. Voorzet, Ezekiel, kopbal tegen de lat! Oeh, Proto zweefde door het zwerk. Dat doet wat ook was. De vraag is, wat gaat Anderlecht doen? Met de ruimte die er toch moet zijn. Voorlopig is het vooral Standaard dat de ruimte toch vindt. Al speelt een Bemba. Poku even centraal. Hallo, zegt Kara. Maar Paren na die mindere paas meteen richting Camus. Chimanga. Vossen. Opare terug, Buffel. En Daniel Opare, open doekje van het publiek. Naar Stanagic. Kan ook Racing Genk eens druk zetten. Ja, toch een stuk minder vlot. Highland. Dat is goed. Dat is een vrije man vinden. Ook slim gelopen van Buffel. Opare loopt het dicht. Want links was Chimanga hoog mee. Is nu weer vrij. Goed gezien door Kumortsi. Opa gescoord. Muzangir Bia. Maar zijn
laatste treffer in de competitie dateert van 4 augustus. Jawel, wedstrijd tegen Lierse. Een hat-trick toen. Ezekiel. Van Keur in één tijd nemen. Goed laag gehouden.